de jongeren van dit project hebben gemaakt. Is een compilatie van al hun zelfgemaakte filmbeelden. En we hebben daarin alle thema's die we gekozen hadden om mee te werken, achter elkaar geplaatst. Waardoor we een heel mooi beeld hebben gekregen van hoe jongeren van nu omgaan met de idealen van Anne Frank. Laat ons boeken en pennen oppakken. Het zijn de meest krachtige wapens. Een kind, een leraar, een pen en een boek. Dat zijn de dingen die de wereld kunnen veranderen. Ik zou uit deze dag meenemen dat ik veel meer naar dingen moet kijken als een overwinnaar en niet als een slachtoffer. We hebben gepraat over identiteit en over andere onderwerpen. Zo ben ik heel veel te weten gekomen over anderen, maar eigenlijk ook over mezelf. Iemand is nooit alleen maar moslim of hindoe, Turk, Marokkaan of Nederlander, maar van alles gelijk. Mooi woord, wat alleen tot leven kan komen zodra mensen van elkaar houden. Persoonlijk, ik wist al heel veel van Anne Frank. Dat is de reden dat ik mee wou doen. Maar ik heb eigenlijk best wel geleerd en best wel verder gezien dat de thema's eigenlijk nog best voortleven. Dat er nog veel discriminatie is. Uiteindelijk is het heel tof om te zien dat het allemaal in elkaar gezet is. Dus dat vond ik vooral heel leuk. En natuurlijk dat het geprojecteerd werd op het Anne Frankhuis. Of ja, hoe vaak maak je nou iets wat zo tentoongesteld wordt? Ik weet het beste wie ik ben en wat ik wil en wat mijn grenzen zijn. Voor dit project zou ik nooit hebben gedacht als ik het woord gelijkheid hoorde, Anne Frank. En nu dat je het woord gelijkheid hebt, dat je meteen gaat verder denken aan een historie en wat er is gebeurd.